Welkom bij Hydrauliek24. Mijn naam is Niek en vandaag ga ik jullie uitleg geven over hydraulische manometers. Een manometer geeft de druk aan in een hydraulische installatie. En is eigenlijk in elke hydraulische installatie essentieel. Want zonder een manometer kun je niet zien of horen wat er in een hydraulische installatie gebeurt. Met de manometer kun je zien wat de druk in het hydraulische systeem is. Maar je kunt hier ook mee de hydraulische prestaties in de gaten houden. Bijvoorbeeld op het moment dat de installatie een bepaalde druk niet meer kan halen. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook qua veiligheid gebruiken. Dat je zeker weet dat de installatie niet meer druk doet dan waarvoor die bedoeld is. Maar ook dat je zeker weet dat de installatie vrijgeschakeld van druk is bijvoorbeeld. Hydraulische manometers zijn er in verschillende uitvoeringen. We hebben een 100 mm manometer, die is in diameter 100 mm. Maar we hebben ook een 63 mm manometer, dan is die in diameter 63. Die hebben we dan met een achteraansluiting. We hebben ook een achteraansluiting manometer met paneelbouw, zodat je deze in een paneel kunt bouwen. Maar we hebben ook manometers met een onderaansluiting. En de manometers zijn natuurlijk verkrijgbaar in verschillende schaalverdelingen. Daarover straks meer. We hebben ook nog een manometer waarmee je de vacuüm kunt meten. Die loopt precies andersom. En we hebben bijvoorbeeld ook een vuilindicator om te kijken of je retourfilter vuil is. De manometers zijn in verschillende schaalverdelingen te krijgen. Het is belangrijk om de juiste schaalverdeling te kiezen. Want als jij een schaalverdeling hebt die minder aan kan geven dan je systeemdruk is, dan kan de manometer beschadigd raken. Een vuistregel hierin is 1,5 keer de maximale druk om als maximale schaalverdeling te nemen. Dus als je bijvoorbeeld 100 bar als maximale druk in het systeem hebt, dan zal je 150 bar minimaal in de schaalverdeling van een manometer moeten hebben. Een manometer is gevuld met glycerine. Het is dus belangrijk om de manometer rechtop te monteren en wanneer je deze monteert niet aan het huis te draaien, dus wel met een steeksleutel hier onderaan. Tevens na installatie is het belangrijk om de manometer te ontluchten. Hierbovenop kun je dan de ontluchting activeren door deze af te knippen of bij dit model een pinnetje uit te trekken zodat hij kan ontluchten. Het is dus belangrijk om de manometer rechtop te monteren met de ontluchting naar boven, want anders loop je de glycerine uit de manometer. De glycerine zit in de manometer om te zorgen dat de naald niet gaat trillen en netjes stil blijft staan op de gewenste waarde. Anders zal deze niet af te lezen zijn. Een manometer is een gevoelig meetinstrument. Dus het is belangrijk dat je de juiste kiest. Maar het is ook belangrijk om bijvoorbeeld een manometerkraan voor de manometer te plaatsen. Deze kraan kun je de manometer in- en uitschakelen, zodat je alleen de manometer activeert op het moment dat je een druk wil aflezen. Met de manometerkraan kun je de manometer isoleren van het systeem. Tevens bescherm je de manometer dan ook gelijk tegen drukstoten in het systeem die de manometer kunnen beschadigen. Manometers zijn te krijgen in een halfduims of kwarts aansluiting en in meshing aansluiting of een RVS aansluiting. Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen uitleggen en tot de volgende keer. Hydrauliek24 maakt het makkelijk.